Het is op het oog een simpel basalt paaltje in Hank, maar het markeert een nationaal trauma, dat van de watersnoodramp van 1953. Het paaltje laat zien waar het water een gat sloeg in de dijk. Dat gebeurde in de nacht van 31 januari op 1 februari in 1953. De zware noordwesterstorm zweepte het water in combinatie met springtij hoog op. De zwakke dijken konden het niet houden. Op 96 plekken bezweken ze. Grote delen van Zeeland, Zuid-Holland en ook Brabant werden overspoeld. Op veel van die plekken staan nu die paaltjes die herinneren aan de dijkdoorbraken. Het paaltje in Hank is nummer 30. Een van de plekken waar het water voor even vrij spel had. Het water kwam als een vloedgolf vanuit de Biesbos, vanuit zee eigenlijk, richting Hank rollen. En op een gegeven moment, ja, de dijk begaf het en Hank stroomde onder. Dit is paaltje nummer 30. Bovenop zie je een pijl en dat staat hier op de buitendijk in Hank. Het herinnert aan het water dat op deze plek 6 huizen verwoestte in en na de rampnacht. Daar zijn voor die tijd veel foto's van genomen. Een van die mensen die een fototoestel hadden was de kapelaan. Die heeft ervoor gezorgd dat we dus een flink wat foto's van die betreffende watersnood hebben. Een monument voor de slachtoffers was er al. Dit stroomgatpaaltje in Hank moet samen met tientallen anderen ook een blijvende herinnering worden. Wij vinden het belangrijk om het verhaal van 1953 levend te houden. Het was een enorme ravage, het was een enorme vloedgolf die Hank toen trof. Ja, totdat op een gegeven moment het water onder de voordeur naar binnen kwam. Toen wist ik dus dat het toch ernstig was.